lange rij kandidaten staan buiten bij de Heineken Music Hall. En die lange rijen zijn binnen nog niet opgelost. Daar staan ze massaal te wachten bij de inschrijfbalie. Iedereen krijgt de kans de jury te overtuigen en slechts weinigen zullen daarin slagen. Hoe dan ook, de 15-jarige Leslie gaat ervoor. Ik ben Leslie, ik ben 15 jaar. Ik doe mee aan X-Factor omdat ik heel graag later iets met zingen wil doen. En ja, dat is echt mijn enige droom. Ze zingt al vanaf toen ze heel klein was, vanaf 3, soms al. Soms al met koptelefoon op mee, I'm a big, big girl. Ze heeft een leuke stem, vind ik. Maar een leuke stem is niet genoeg. Heeft Leslie de X-Factor. You just gotta ignite the light and let it shine. Alle grote droom is natuurlijk echt beroemd worden. Maar ik zal wel zien of ik dat ga redden. Het begint allemaal met talent en dan is het wachten op die ene kans. Leslie krijgt hem en ze grijpt hem. Hallo. Hallo. En jij bent? Ik ben Leslie. Leslie, hoe oud ben je, Leslie? 15. En heb je veel ervaring als zangeres? Ik heb in een band gezeten, 1,5 jaar. Maar daar ben ik uitgezet omdat ze me te jong vonden. Te jong vonden? Ah. Weet je zeker dat dat de reden was? Ik kan natuurlijk ook, ja. Goh, misschien is ze wel te goed voor die band. Nou, dat kan ook nog. Dat gaan we natuurlijk zien. Maar zijn wel veel te goed. Wat ga je zingen voor ons, Leslie? Ave Maria. Oh, nou. Iedereen koffie met cake, jongens, voor iedereen. Maar van Beyoncé, hè? Ja, dat is die leuke. Nou, nou, heb je dat wel vaker gedaan al? Dat moeilijk, hè? Dat nummer? Ja? Nee, nog niet. Wow. Oh, dat is wel een moeilijk liedje, hoor. Ik ben heel erg benieuwd. Veel succes. Dat bandje waar jij uitgezet bent, hoe heet dat bandje? Manzana. Nou, ik heb heel slecht nieuws voor ze. Want ze hadden jou moeten vasthouden. Dit was echt hartstikke goed. Het is overduidelijk dat jij heel veel talent hebt. Maar ik denk dat je nog een beetje te jong bent. Houd flauw! Jong geleerd is oud gedaan, is mij altijd geleerd. Leslie, ik ben impressed. Ik vind het eigenlijk niet normaal. Ik had echt een paar momenten dat ik dacht, what the F. Dit is ongelofelijk. En ik weet niet hoe ver je zal komen, mocht je nu doorgaan. Maar je hebt talent en ik zou het heel zonde vinden mochten we jou niet nog een keer zien optreden. Ik schrok eigenlijk dat dat nummer voorbij kwam. Want dat is gedraaid of gezongen op de begrafenis van mijn moeder. En dat was dus even een rake binnenkomen. Dus zitten vechten hier tegen mijn tranen. Want je zong het zo prachtig. Zo ontzettend mooi. Dank je wel. En voor een meisje van 15, als je dat soort riffjes al doet, zeg ik, meid, welcome to the X-Factor family, baby. Yeah! Dank je wel. Erik. Ik zeg een hele dikke ja. Oh, dankjewel.
Kijk dan! Ik zei al, je hebt ontzettend veel talent. Maar het zou zo zonde zijn als dat te vroeg gebruikt wordt. Ik zeg nee. Ja, natuurlijk. Dankjewel. Twee keer een ja, één keer een nee. Dit is jouw droomauditie geweest. Dus heel goed gedaan. Ik zeg ja. Ach, meisje. Fantastisch. Had je niet verwacht? Nee. Hoe kan dat nou? Want je is zo fantastisch. Nou, meisje. Van harte gefeliciteerd. We zien jou terug op de X-Campus. En wie weet hoeveel je nog kan komen. Eva!